Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe unboxing review van niks minder dan de Nerf Ultra 2. Goed, ik heb deze bij nerfpijltjes.nl vandaan voor iets van €34,95 dat het was. Mooie prijs, ik heb hem samen met een rifle blaster. En ja, die krijgen jullie de volgende keer te zien. Maar vandaag voor jullie van de Nerf Ultra 2. Ik heb niet zo enorm lang geleden, heb ik de Nerf Ultra 1 laten zien aan jullie. En ja, die was goed bekeken. Dus ja, bedankt iedereen voor de views en dat soort dingetjes. En ja, vandaag heb ik voor jullie de Ultra 2. En dat is ja, een revolver. Waarschijnlijk de eerste echte, ja, echte revolver die er ook echt wel een beetje reload, zeg maar, als een revolver. Ik heb foto's van deze blaster gezien. Ik heb voor de rest niks anders bijzonders gezien qua video's of dat soort dingen. Dus ja, voor mij wordt deze blaster ook best nieuw. En ik kijk er echt naar uit. Want zover ik qua plaatjes en alles heb gezien, zag hij er best sick uit. Hij ziet er zo ook al enorm sick uit. Dus ik heb er super veel zin in. En ja, het is ook een motorized blaster. Dus ja, je hebt wel batterijen ervoor nodig. Je hebt er 6 AA batterijen voor nodig. En ja, dat zijn deze wat kleinere batterijtjes. En ja, daar heb je er 6 van nodig. Dat is best een hoop. Maar op zich maakt het niet heel veel uit. Maar ja, voor de rest heb ik tot nu toe niet veel te zeggen. Laten we maar dichter bij de doos gaan kijken. Goed, zoals je kan zien, het is een dichte doos. Dus je kan de blaster niet beschadigen, wat helemaal top is. Je ziet dat hij weer dat mooie gouden design heeft. Je ziet die Nerf staan, je ziet hier de blaster. Je ziet dat hij hier 8 plus is. En ja, je ziet hier nog een of ander, weet ik veel, staan in het... bepaalde taals. En je ziet hier dat hij 6 batterijen nodig heeft. 6 AA batterijen. Motorize Fire. Ultra 2. En 6. Hij komt met 6 Ultra Darts. Dat zijn natuurlijk deze darts die hier. Ja, die vorige keer ook. Die een beetje piepschuimachtige darts. En voor de rest zie je hier nog staan. Dat hij 36 meter klaarblijkelijk zal schieten. En je ziet hier nog een dart. Hoe die eruit ziet. Omdat het natuurlijk wat nieuwe darts zijn. En op de achterkant zie je voor de rest nog een beetje zijn, ja, zijn features en zo, wat hij kan doen en alles. En ja, voor de rest geen advertisements voor de Ultra 1 of misschien wel de Ultra 3. Maar voor nu, laten we hem maar uit de doos gaan halen. Goed, in de doos krijg je de blaster, je krijgt de darts, je krijgt de beschrijving en de waarschuwingsbriefje. Nou, op zich, unboxen was best makkelijk. Was toch wel een beetje gedoe dat er een soort van zakje omheen zat, maar op zich wel tof. Voor de rest, de batterijen waar die in moeten. Volgens mij moeten die hier erin, zo te zien. Dus dat gaan we even doen gelijk. Je hebt hem gelijk aan de kant die wat lelijker is, zeg maar. Heb je dus de batterijen dingetje zitten, waar je de batterijen in kan gaan doen dadelijk. En ja, hij heeft best wel veel batterijen nodig voor, ja, best kleine blaster eigenlijk. Hij is kleiner dan de Strive en zo. Oh, hij heeft zo'n bijzondere ingang. Zoals je ziet misschien wel, de ingang is wat dieper met die batterijen. Dus ja, dat is wel een bijzondere manier. Deze manier van batterijen zie je niet zo heel vaak eigenlijk. Dus dit is best wel bijzonder. Ja, deze manier van de batterijen zeg maar erin doen, dat zie je echt niet vaak. Maar op zich, ja, het is best oké, volgens mij. Dus, die schoten eraf, ik schrok me dood. Even kijken of ik het erin krijg, zo. Hoppateetje. En dan hopelijk doet hij het. Dat lijkt me wel, want de batterijen zijn gloednieuw. Dus die moeten wel vol zitten, denk ik. Zo. Oké, die motors doen het behoorlijk goed. Goed, ik ga deze blaas een beetje uitproberen en alles. En ja, ik zie jullie zo meteen weer terug. Goed, de Ultra 2. Man. Ja, deze blaster is zowel de coolste als toch weer de meest vervelende achtige blaster. Er is iets met deze Ultra series. De blasters zien er heel gaaf uit, maar... En ja, de features die ze hebben en zo zijn best gaaf. Maar ze hebben ook wel een probleempjes, een beetje. Maar ja, voor de rest, eerst
Even kijken naar de blaster. Natuurlijk geen Airstrike Barrel Attachment Point om dat eraan te doen of zo. Zie ik hier groot in het goud Ultra staan. Op de achterkant zie je dat. De andere kant zie je dat niet. Hierboven hebben we nog een Tactical Grill. Hieronder een Tactical Grill. Dus ja, je kan er een grip of een side of wat dan ook op doen wat je wilt. En ja, voor de rest staat hier nog Nerf. En je ziet hier twee op staan. En voor de rest zit hier een soort van, ja, een side zie je zitten. Die is wel gewoon tof. Op de andere kant heb je hier de Access Door. Die kan je omhoog klikken. En dan zie je zo de motors en waar de darts dus doorheen gaan. En ik kan je zeggen, die heb ik al een aantal keer moeten gebruiken. Dat is wel een, wat minder. Voor de rest hebben we hier zo de achterkant. Is de, ja, de cylinder. De, ja, de, waar je de darts in moet doen en zo. Ja, die is hartstikke tof. Je kan hem heel simpel ronddraaien. En het is een van de gaafste manieren om te herladen van revolvers en dat soort dingen. Je hebt hier nog een slingpoint zitten. En voor de rest aan de grip ook trouwens hebben we nog een slingpoint zitten. En voor de rest de grip. Nou, de grip ziet er comfortabel uit. De, als je zo kijkt. Maar het is niet zo'n hele comfortabele grip. Trigger is voor de rest wel goed. De rev trigger is best dun. Dus dat is ook niet de meest comfortabele trigger die ik ooit heb gevoeld. De rev trigger is best wel een dun triggertje, zeg maar, dan normaal, zoals je ziet. Normaal zijn ze best wel dik en dat soort dingen en zijn ze gewoon een beetje rond. Deze is gewoon vierkant en heel dun. En dat voelt niet heel lekker. Maar ja, voor de rest, de trigger is een grote verbetering vergeleken met de Ultra One. Want de Ultra One was gewoon echt niet comfortabel met de trigger. Daar kreeg ik echt last van mijn vinger van. Met deze heb ik dat niet gehad en ik heb toch wel, ik denk wel, een goed uur met deze blaster geschoten. Maar voor de rest, de grip. Iets aan, ja, hij voelt comfortabel, maar ook weer niet. Na een tijdje wordt je hand er een beetje zat van dat gevoel van deze grip. En ja, de blaster is best zwaar, moet ik zeggen. Het is een best grote blaster ook. Het zou je verbazen hoe groot deze blaster eigenlijk niet wel is. Maar ja, het is toch wel een beetje, ik weet niet, het wordt, op een gegeven moment word je gewoon zat van deze grip. Ik weet het niet wat het is. Je bent er gewoon op een gegeven moment klaar mee. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ja, het is niet alsof je deze blaster heel snel zo wilt vasthouden, zeg maar. Weet je wel? Je wilt hem echt een beetje, zeg maar, zo vasthouden en gewoon op mensen schieten. Maar voor de rest het schieten. Ze schieten hard. Deze blaster, ja, schiet net zo hard als dat de Ultra One doet. En de Ultra 2 schiet voor de rest wel gewoon hard en goed. Maar af en toe schiet hij de dart niet helemaal af. Geen idee wat het is, maar ja, dan trek je gewoon de trigger helemaal goed in en dan schiet hij de dart niet af of zo. Hij schiet hem gewoon net niet ver genoeg, drukt hij hem zeg maar in de motors die je hier zeg maar ziet. Daar schiet hij hem zeg maar nog net niet ver genoeg in en ja, dan schiet hij dus niet af. En dat heb ik wel een paar keer gehad. Ik denk wel een stuk of in dat uur heb ik wel behoorlijk veel darts. Ik heb echt allemaal darts al een paar keer afgeschoten. En ik heb het denk ik wel een stuk of 6, 7 keer gehad. Nou, zelfs meer denk ik wel zo'n beetje. En maar ook dat hij gewoon een dart helemaal niet afschoot. Dat hij het gewoon oversloeg. En dat hij dus gewoon verder ging draaien. Maar die dart gewoon helemaal oversloeg. En dat hij eigenlijk naar de dart daarna al ging gelijk. Wat ook niet helemaal de bedoeling is. En dan wou hij die dart helemaal niet schieten ook gewoon. Hoe vaak ik de trigger ook weer opnieuw indrukte, hij ging hem gewoon niet afschieten. Wat ook niet echt bepaald positief is. Voor de rest moet ik wel zeggen dat ik best wel vol om met deze blaster heb gehad. Het reloaden is gewoon iets aan het zo reloaden erin is gewoon satisfying. Ik weet ook niet wat het is. Weet je, je hebt normale revolvers, weet je, zoals de Strongarm of zo. En die moet je aan de voorkant. Weet je, nou, die barrel eruit. En dan doe je zo je darts ervoor in. Maar natuurlijk, het, ja, een standaard revolver een beetje. Die je wel een beetje in games en zo ziet. Daarbij ga je dan die cylinder uit. En dan moet je het zo erin herladen. Zoals je bij deze dat doet. En dat maakt deze blaster best wel sick. Dat je het er zo in moet laden. Voor de rest de barrels, ja, gewoon de cylinder waar alle darts in gaan, die houdt de darts ook gewoon goed vast. Ze vallen er niet uit als je bijvoorbeeld dit of zo doet, weet je wel. Ze zitten er goed strak in, wat ook moet, en dat is hartstikke top. Ja, voor de rest heb ik niet zoveel problemen gehad, alleen dat schieten af en toe ging fout. En de grip is gewoon niet comfortabel. Ja, na een tijd is ben je gewoon zat mee met deze grip. Maar ja, voor de rest heb ik niet veel te zeggen over deze blaster. Ik ben op zich wel positief over, naast dat het af en toe fout kan gaan. Ja, laten we maar gewoon gaan schieten met deze blaster. Ik heb daar best wel veel zin in. Goed, ik heb de Ultra 2 herladen. En ja, dat is vrij simpel. Je haalt dus gewoon, ja,
Je hebt hier al je dart en je doet hem er gewoon zo erin. En je duwt hem gewoon helemaal door totdat hij niet meer verder kan. En ja, ik ga voor de rest 12 darts die kant opschieten. En dan 12 darts van die kant ding afschieten. Dus ja, laten we maar lekker gaan schieten. Eventjes een beetje stoppen met het schieten 2 seconden. Zoals je ziet, deze dart heb ik nu al 2 keer proberen af te schieten achter elkaar en het gaat gewoon niet goed. Iets gaat er af en toe gewoon fout of zo. Ik weet ook niet wat het is. De darts zijn voor de rest gewoon goed. En ja, hij zou gewoon moeten afschieten, maar... daar ging hij dus wel. Soms doet hij dat dus. Dan wat je daar zag, dat doet hij. Dan schiet hij gewoon, duwt hij net die daar net niet ver genoeg. Hoe hard je de trigger ook indrukt. Maar ja, laten we maar van de andere kant gaan schieten. De Ultra 2. Man, deze blaas heeft issues natuurlijk, zoals ik al eerder zei met het schieten en zo. Dat is het grootste probleem. De grip is niet de meest comfortabele, maar op zich, ja... Grip? Kan je ermee door? Je kan ermee door. Je kan ermee door met de grip. Het is voornamelijk gewoon dat die darts af en toe dus niet te goed in gaan schieten. En dat ze vuren gewoon niet juist af en toe. En dat kan behoorlijk vervelend zijn. En daarom moet ik ook zeggen met deze blaster, als ik hem moet aanraden, dat het puur op je eigen mening is. Wat je echt zelf wilt. Wil je deze blaster nou echt, dan denk je echt van, die is super sick, koop hem dan. Maar denk je echt zo van, ja, ik wil wel echt een blaster die gewoon altijd gewoon goed schiet, dan doe het niet. En als ik moet kijken naar, als je kijkt naar de Ultra 2 en de Ultra 1, welke blaster je dan moet kopen, koop de Ultra 2. Zou ik zeggen. Tuurlijk, hij komt met minder darts. Je kan minder schoten lossen. Maar ik kan je zeggen, met de Ultra 2 heb ik wel meer lol gehad. Hij is veel comfortabeler. Hij schiet veel fijner alles af. Ook al schiet hij af en toe niet goed af. Dat heeft de Ultra 1 ook. Maar ik heb zoveel meer lol met deze blaster. Puur omdat het een revolver is. En dat is gewoon super sick, weet je. Het geeft echt dat cowboy gevoel. En ja, ik ben een Nerf cowboy. Dus ja, ik ben er best positief over. Maar voor de rest weet je, het gaat nu gewoon puur eigenlijk wat je zelf wilt. Wil je deze blaster nou echt, koop hem dan. Maar zit je toch wel een beetje te twijfelen, doe het dan echt niet. Je moet echt zeker zijn of je deze blaster wil kopen. Hij is voor een mooi prijsje bij nerfpouch.nl. Natuurlijk staat er een linkje in de beschrijving naar nerfpouch.nl staat in de beschrijving natuurlijk. En het zal de bovenste link zijn. En voor de rest, ja, puur je eigen mening, wat jij wilt. Wil je deze blaster nou echt, koop hem dan. En zit je te twijfelen, doe het niet. Goed jongens, ik wil je super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet nog niet even te abonneren en te liken als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Laters!